Mijn naam is Erik de Kruijf en ik woon in de Meanderhof. Ik werk bij Landschap Overijssel als coördinator vrijwilligerswerk. Na eerst een paar jaar leraar te zijn geweest in de vakken aardrijkskunde en biologie. In mijn baan mag ik met heel veel vrijwilligers werken die hart hebben voor natuur en landschap. En daar voel ik me erg plezierig bij. Ik woon in de Meanderhof en dat is een ecologische wijk. Wij noemen dat zo omdat er aandacht is voor mens, plant en dier. En we zitten hier ook een deel van de Meanderhof in de binnentuin, waarin dat ook zichtbaar is. We hebben hier bijvoorbeeld een insectenhotel, maar ook een kruidenspiraal, fruitbomen. Dat is natuurlijk maar een deel van wat de Meanderhof is, want de Meanderhof wordt gemaakt door de mensen die daar wonen. En je ziet dat daar heel veel leuke dingen, heel veel leuke initiatieven ontstaan die de Meanderhof maken tot wat hier prettig wonen is. We wonen hier met 50 huishoudens. Dan lijkt het alsof we hier allemaal bij elkaar iedere dag over de vloer komen. Dat is niet zo. Het is een gewone wijk waarin vriendschappen ontstaan, maar waar je ook samen met andere mensen dingen onderneemt. En met andere mensen onderneem je wat minder dingen. We hebben ook in Zwolle-Zuid gewoond. En dat in een standaard rijtje, om het maar oneerbiedig zo te noemen. En wat me daar dan opviel, is dat je je buren wel kent, maar je kent ze niet. En dat is iets waar we toch altijd wel naar op zoek zijn geweest. We willen in een buurt wonen waar er meer is dan alleen maar over de schutting elkaar gedag zeggen. In deze buurt zijn ook geen schuttingen. We hebben hier gekozen voor een vorm waar wel een bepaalde vorm van privacy is. Iedereen heeft zijn eigen stukje aansluitend op zijn huis waar hij beschut kan zitten. Maar daarbuiten is het veel meer open. Iedereen mag wel met planten zijn privacy proberen te realiseren. Maar je ziet dat mensen dan veel meer geneigd zijn om naar elkaar toe te trekken, om dingen met elkaar te ondernemen. Als je dan komt in een huis met een tuin met schutting, gewoon 5 meter, 10 meter lang, dan voel ik me heel erg opgesloten. En dan zie je van, dit is dus de wereld om mij heen. En die is 5 meter breed en 10 meter lang. Er staan wat plantjes en een grasveldje en that's it. We hebben er hiervoor gekozen om dus die schuttingen weg te laten. De tuin, de privétuin iets kleiner te houden, maar daardoor het gemeenschappelijke deel groter te kunnen maken. Dan wordt je wereld dus niet kleiner, maar de wereld wordt groter. Ik denk dat het ontbreken van die schuttingen juist ook een symbool is voor wat er hier plaatsvindt. Het is niet alleen dus een fysieke afscheiding, maar ook een sociale afscheiding die ontbreekt, waardoor je makkelijker naar elkaar toe gaat. Ik heb behoefte aan oprecht contact met mensen om mij heen. Omdat me de mogelijkheid geeft om ook echt te leven, contact te maken, om dingen te ondernemen. Hier binnen de Meanderhof zijn een aantal groepen actief. Er is een hofkamergroep die onze gemeenschappelijke ruimte beheert. Maar er is ook een groengroep. En de groengroep, daar zit ik dan in natuurlijk ook omdat ik wat kennis en vaardigheden heb. Ook vanuit mijn werk bij Landschap Overijssel. En daar vind ik het vooral leuk om hier de tuin groeiend en wilderig te houden. En we hebben hier een knotboom en we hebben hier fruitbomen. En die fruitbomen, die moeten gesnoeid worden. Nou, een paar weken geleden heb ik met een aantal mensen een snoeicursus gehouden. En nu zijn er dus meer mensen die enthousiast zijn geworden voor het snoeien van fruitbomen. En dat vind ik echt fantastisch. Als je een mooi fruit wil hebben, dan moet je daar een beetje aandacht aan besteden. Hè? Liefde doet groeien. En dit soort aandacht die maakt mooie bomen. En de bomen staan natuurlijk nu nog maar 7 jaar. Maar over een paar jaar krijgen we hier zoveel fruit aan de bomen te hangen. Dat iedereen daar een behoorlijke maaltijd aan heeft. Om het maar zo te zeggen. Als je zo over appels kan spreken.
Ja, ik denk wel dat we hier elkaar inspireren. Natuurlijk, ik kom vanuit de Groenhoek, dus ik probeer andere mensen te inspireren. En dan is het een genot als ik net een buurvrouw tegenkom die alleen maar even om het hoekje roept: Erik, ik heb mijn eigen fruitbomen gesnoeid hoor, dankjewel. En dat ik weer geïnspireerd raak door een buurman die heel vaardig is met het klussen. En terwijl ik niet echt linkerhanden heb, maar toch wat minder technisch ben. En dan leer ik van hem, door in zo'n klusclubje aan de gang te gaan, worden dingen in het huis mooier dan ik zelf in mijn eentje had gekund. Dus ik geloof echt in de kracht van samen. En als iedereen op zijn eigen kracht gaat zitten en dat ook probeert over te brengen, dan kom je gezamenlijk een stap verder.